bleef op jou. Ja, ja. Ja. Ik wil mijn haak even uitkijken, want ik heb al kroosters. Oh ja. Hoi, ben je man? Ja. Hey, Dinghof. Hallo. Zou je denken dat het een die bloed heeft? Dit is gewoon een strip. Dit is gewoon de strip die uit het rek haalt. Ja? En die worden ze gewoon uitgesmeed. Ditzelfde materiaal komt uit ditzelfde stripje. Ja. Maar als je dan kijkt naar de dikte. Ja, dikke, ja, dit is het. Ja. Kijk naar de dikte van dit materiaal. Wat zou je er nou mee? Ik moet het niet proberen. Maar het is nu niet natuurlijk, maar normaal gesproken dat het een 4 meter plaat moet doen. Ja. Ik heb ook een ruimte, een land. Ik heb gewoon een standaard. Heel mooi. Dat is een hele oude. Daar hoor ik bijna niet weg. Ja. Ja, we lopen straks nog een keer naar. Ik heb een rijkwerk al even 200-300 jaar oud. Ja. En die komen straks gewoon weer terug. Ja. Dus wij doen het bij toerhuizen, kathuizen, tolhuizen, ruiten. Ja. Ik heb al gewend. Hier heb ik die gepimperd wel bij je. Dat is wel echt, hè? Kijk hoe een mooie vlam beter nou wordt. Zo hè? Mag even een mooi plaatje, toeshotje. En hoe kun je nog iets roepen? Ja, dat is wel graag trouwens. Maar als je dan een groot project hebt, dan is het een goed idee. Nee. Dat is wel, waar moet je op letten? Beginnen. Komt vast goed. Ontspan even. Oké. Okay. 3, 2. Dat is wel, waar moet je nou beginnen als je een staf hebt bouwen? Hetgeen waar het mee begint is sowieso de sfeer die ze zelf willen hebben. Daar gaan we verder borduren. Sowieso constructief, visueel, maar ook qua comfort en gebruik. En dat denken jullie mee? Dat denken wij absoluut mee. Oké. Okay. Ja. Nee, wat wij dus doen op dit moment met staal en hout, wij maken dus diverse vaarwegen en constructies. Voor de stallen of voor buitenverblijven. Hetgeen waar wij altijd mee beginnen is altijd kom met een heel duidelijk concept wat je zelf wil hebben. Wij weten exact wat wij met onze materialen kunnen, zowel staal als hout. En combinatie? Juist die combinatie is natuurlijk voor ons essentieel, omdat je dus met staal kunnen wij dus gewoon meer creëren als alleen met hout. Het is ook heel praktisch. Oké, je denkt daar ook mee? Wij denken daar absoluut mee. Dus ze komen zelf met een plan. En wij werken dat plan heel breed uit. Kun je alle soorten materiaal gebruiken bij het bouwen van de staal? Ja, je kunt alle soorten materialen kun je gebruiken. Op het gebied van staal zeker. De staal kan je ontzettend goed behandelen. Waardoor het voor de gebruiker onderhoudvrij is. En voor het paard is het niet schadelijk. Dus dan praat ik over staal dat je thermisch kunt verzinken. Mm-hmm. Zonder laklaag. Wil je wel op kleur werken, dan leggen wij dat op het werk uit. Ja. Okay. En doe je niet met een goede coating, dat is heel belangrijk. Dat doen wij niet met een poedercoating. Onze poedercoating dat laat wat makkelijker los. En dat in combinatie met paarden is dat geen teer en kwetsbaar. En wat wij dus doen zeg maar, met paarden in combinatie met een paanstaflas, P4 per basis. Waar gaan we dit blijven?